Nu het grootste deel van het fipronil-schandaal achter de rug lijkt, zitten kippenboeren nog steeds met de gevolgen. Gelukkig kan de ARN een Word-uitkomst bieden. Dit jaar kwam aan het licht dat in Nederlandse eieren fipronil zat, een bestrijdingsmiddel dat voor mensen giftig is. Miljoenen kippen moesten geruimd worden en honderden miljoenen eieren moesten uit de handel gehaald worden. Boeren zitten nu nog wel met de gigantische hoeveelheid mest waar het middel ook in zit. Omdat de normale mestverwerkers de achterstanden niet allemaal aankunnen, wordt de ARN ingeschakeld. Daar gaat de kippenmest verbrand worden in de afvalovens. Als de boerderijen weer schoon zijn, kunnen ze ook weer eieren gaan verkopen. Slecht nieuws voor Radboud-studenten die geen ochtendmensen zijn. Vanaf volgend collegejaar beginnen de colleges aan de universiteit een kwartier vroeger dan nu. De eerste colleges zijn dan al om 8:30 in plaats van 9:15. De vervroeging van de lessen is een maatregel om het openbaar vervoer in Nijmegen te ontlasten. Omdat colleges op de universiteit en op de HAN nu nog tegelijkertijd beginnen, is het heel erg druk in de bussen en treinen. De bedoeling is dat studenten op de HAN vanaf september 2018 juist een kwartier later beginnen. Om 9:00 dus. Die maatregel is alleen nog niet definitief. Zo'n 30 scholieren van basisschool De Hoeve in Beuningen hebben donderdag op een bijzondere plek mogen eten. Die mochten komen ontbijten in de raadzaal van het gemeentehuis. Samen met burgemeester Karel van Eert genoten zij van een gezond burgemeestersontbijt. Het ontbijt werd georganiseerd in het kader van de Week van het Ontbijt. Door heel Nederland wordt in meer dan 250 gemeenten zo'n ontmoeting tussen kinderen en de burgemeester georganiseerd. Dit jaar draaide de week om het belang van gezond ontbijten als start van je schooldag. Het ontbijt in Beuningen eindigde met de overhandiging van een cheque. Burgemeester Van Eert deed als eerste een donatie van 25 euro aan het Jeugdcultuurfonds.